Ik ben het Mark. Hi. Ik ben het Mark. Hi. Ik ben het Mark. Hi. Ik ben het Mark. Hey, ei, klaartje los, ik laat je gaan. Hoeveel moeite dat ook kost, ik wil niet in de weg staan. Geen blok aan je been zijn, dus al doet het pijn, ik laat je los. Ik laat je gaan. Ik laat je los en al ben ik dankbaar en trots dat ik jou heb mogen kennen. Al zal het niet snel wennen om weer alleen te zijn met alle pijn. Maar ik laat je los en ik laat je gaan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Ook al kom ik dan weer alleen te staan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Geloof me, ik kan het aan. Ik laat je los, want al wil je niet dat je de klos... Klopt niet. Ik laat je los, want ik wil niet dat je de kolos wordt van de claim die ik leg. En ik blokkeer dus nu de weg die jij wilt gaan niet langer meer. Ik zie je wel weer een keer. Ik laat je los, ik laat je gaan. Refrein, dat is... Ik laat je los, ik laat je gaan. Ook al kom ik dan weer alleen te staan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Geloof me, ik kan het aan. En herinner mij als iemand die van je heeft gehouden. Herinner mij als iemand die je uit liefde liet gaan. Want... Ik laat je los, ik laat je gaan. Ook al kom ik dan weer alleen te staan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Geloof me, ik kan het aan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Geloof me, ik kan het aan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Ik laat je los, ik laat je gaan. Los, ja, hallo mensen. Ik dacht dat jullie het misschien leuk zouden vinden als ik even in het kort vertel hoe het met me gaat. Nou, daar kan ik inderdaad kort over zijn. Het gaat goed. En je hebt gelijk, ik kijk er een beetje trots bij. Ik ben er trots op dat het goed gaat. Want ja, zorgen dat het goed blijft gaan, heb je natuurlijk toch voor een groot deel in je eigen hand. En natuurlijk zijn er altijd de omstandigheden, maar je moet jezelf niet slachtoffer laten worden door de omstandigheden. Niet slachtoffer laten zijn van de omstandigheden. Je moet altijd zorgen dat je de master blijft of your own destiny. En je moet visualiseren. Je moet gewoon vast in je hoofd zorgen dat je de loterij gewonnen hebt. Dan zal je hem op een dag ook winnen. Nou, dus zo werkt het helaas natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat als je af en toe lacht, er positieve energie vrijkomt. En ja, dat je dan toch wat happier voelt. En je moet ook een beetje van de slechte dingen afblijven. Behalve seks, want dat is lekker. Dat mag je aankomen, maar dat heeft eigenlijk pas zin als je verder ook lekker in vel zit. Anders is seks ook niks. Nou, dit was het dan weer. Dit was mijn update. Kortom, het gaat goed en daar ben ik trots op. Aannemen van vreemde mannen. En daarom zou ik jou zo graag eerst even beter leren
kennen. Want jij hebt vast wel een snoepje voor mij. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ja, dames en heren, ik ben hier op het dak met iemand die daar ook zit. Dat is Hans Wijtenburg. Kom en, van dat dak af. Ja, we moeten van het dak afkomen, zegt hij. Maar, nee. Ja, maar het erg is, kijk, hier zie je dat het echt een dak is met prachtig uitzicht over het Vondelpark. Dat is het Vondelpark, toch? Van het dak af. Nee, ik wil juist hier blijven. Maar waarom ligt er nou daar zo'n hele grote rioolpijp? Ik heb geen idee. Zie je die? Ik denk dat de Nederlandse kampioenschappen eraan komen. Van riool. Rioolduiken. Rioolpijpen. Bent u een spion? Nee, ik ben een vogelspotter. Een vogelspotter? En heeft u al vogels gespot? Nee, ik kijk al overal. Oh. Ik hoor het al. Maar ik ben toch wel een vreemde vogel, hoor. Ik ben een hele vreemde vogel. Waar? Ik. Zeg je iets? Oh, nou ja. Ik ga maar weer het raam dicht doen, hè? Dag. Nou, je ziet hier Hedy Dancona. En dan zien we eronder een quote van haar. Dat ze zegt, het zijn tal van voorbeelden dat mensen zich beter voelen als ze in aanraking komen met kunst en cultuur. Dus Hedy, daar ga je dan. Je gaat nu in aanraking komen met kunst en cultuur. Hij kreeg een enorme kriebelhoest. Hatshoe, klonk het in de toren. De echo versterkte het geluid en bleef het nog haast nog 2 minuten herhalen. Hatshoe, hatshoe, hatshoe. Het geluid ebde langzaam weg. Gezondheid. Dank je. Zei iemand die leek op een langgerekte spin. Die was verwikkeld in acrobatische toeren, doordat het web enorm aan het schommelen was. Door het niezen van de bosgeest was er veel wind verplaatsing dat het net leek of het onbekende wezen hoog in de mast van een schip op Wilde Zee bevond. Oh, pardon, zei Albers, iets wat geschrokken door zijn eigen. Eia lemonoosje kalam magarena, eia lemonoosje kalam magarena, oosje lemonoosje kalam magarena, eee magarena. Io moest nog even aan Magarena. Hij is een wel lekker van Magarena. 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 Ik heb gesolliciteerd als hoedenplankhoofd. Dan word ik dus geplaatst op een hoedenplank in een auto. En dan kijk ik de hele tijd zo naar de auto's die er achteraan rijden. En als de bocht omgaat, dan ga ik zo helemaal zo trillen en schudden. En ook als er geen bocht op gaat, maar als er een drempel in het verkeer zit, dan ga ik over de drempel heen. Het is echt, het is vreselijk, maar ja, het verdient wel redelijk, dus daarom doe ik het maar. Hoe de plankhoofd, ja, je moet wat in deze coronatijd. En het is ook wel een mooi woord voor scrabble of wordfeud. Hoe de plankhoofd, hoe de plankhoofd, hoe de plankhoofd, hoe de plank, hoe de plank, hoe de plankhoofd, hoe de plankhoofd, hoe de plankhoofd. Ik had nooit geloofd dat ik een hoe de plankhoofd had. Vertel er eens even, Jens, ben jij al geabonneerd op de Het Mark Show?